QC, rook je wiet, want mijn ogen altijd klein zijn. Laten we dit gewoon voor eens en voor altijd gewoon even uitspreken. Yes, what up? Welkom bij weer een nieuwe Snapchat Q&A. Zoals je ziet ben ik vandaag weer met niemand minder dan... Petjo Mozza Mathieu. En dit is de tweede Snapchat Q&A, hè? Ja, man. Dus, onze derde Q&A, toch? Ja, onze derde, maar we hebben één Instagram tot nu toe. Ja, vier hebben we al. Oh, vier? Het is de vierde Q&A. Ja, mensen komen veel weten van ons, ons leven, man. Het is wel heel gek. In ieder geval, ik denk dat het tijd is om te beginnen, man, hoor. Oké, let's go. Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Op naar de eerste vraag. Nee, ik ben van. De vraag wordt Papa Mos. Hoe ben je in aanraking gekomen met Petje Mos? Zijn die Papa Mos? Wat voor mij mijn dochter altijd zeggen. Ja, ik ben Papa Mos, man. Ja, Papa Mos. Ja, ik denk dat mijn dochter wel zegt, toch Papa Mos? Ja, klopt. In ieder geval, in aanraking met Petje Mos. Ja, gewoon van de buurt. Ja, ik heb hem leren kennen in de buurt. Bij de eerste overval. Bij de eerste OV hebben we elkaar leren kennen. Ja, precies. En vanaf daar zijn we gewoon meer gaan samenwerken, meer OV's en zo. En uiteindelijk dachten we, weet je wat, we moeten toch een legale kant op gaan. Dus we gaan YouTube overnemen. Ja, zo was het. Precies zo is het gegaan. We kennen elkaar gewoon van de buurt en in het begin gingen we niet zoveel met elkaar om. Maar uiteindelijk kwam natuurlijk YouTube, toen zei die ook, we moeten meer hangen. Nee. En op een gegeven moment gingen we gewoon vaak FIFA tegen elkaar spelen bij mij thuis en zo. En zo zijn we eigenlijk betere vrienden geworden. Ja. En nu zie ik hem meer als mijn eigen wijfie. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Dat is wel gezellig met mij, toch? Ja, maar natuurlijk. Ja, oké, ja, gelukkig gewoon, boy. Moes, wat vinden jullie van de AWS? Zeg het, man. Gaat echt te ver deze prank, man. The fuck? Ik ga brokken. Ja? Ik ga zo een stukje. Deze guy is plat, ja, maar wat moet hij eigenlijk? Ja? Want wij vragen het zo ruim, bro. Wat wij van de AWS-squad vinden. En die moest gelijk van lachen toen ik dat zei. Ja, gewoon die keek en zo. Ja. Ja, wat ik er vind, ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik heb een beetje geleerd in die battlewereld dat je zeg maar niet moet oordelen op filmpjes van iemand, snap je? Bijvoorbeeld in battles en zo, of in rapperwereld, was er ook bepaalde mensen waar ik anders naar keek in het begin. En dan leer je ze eenmaal kennen en dan blijkt het veel flexie te zijn, snap je? Ja. En dan had ik laatst kwam ik ook, had ik ook Joey Bravo ontmoet en zo. Dat is gewoon een hele flexie game, man. Wat vind jij ervan? Ik heb niet echt een mening erover. Nee? Nee, ze doen hun ding, weet je. Ja, ze doen hun iedereen ding. Iedereen moet gewoon doen wat hij zelf wil. Maar verkozen. Uiteindelijk hebben ze toch wel weer een soort van... je hebt heel veel mensen die haten op ze, maar toch kijken ze de video's, toch klikken ze erop. Dat ze het toch willen zien. Ja. Wat er gebeurt. Ja, ik denk dat de meeste mensen er ook op klikken om te disliken. Ja? Ja, dat is toch weer voor hun view, weer money. Ik denk dat hun een stuk minder om stressen, maar in ieder geval... Ja, wat ik ervan vind, weet je, ik vind van YouTube is een soort van vrijheid. Ja. En als jij geen zin hebt om naar dat te kijken, dan kijk je er niet naar. Snap je? Nee, je kan gewoon naar Petje Mos en QC kijken. Kan je ook doen. Ik heb wel een vraag. Hoi, je bek! Waarom ben je kaal? Die kinderen bedelen. Ja, dankjewel Milan voor de vraag. Hè. De vraag waarvan je weet dat ik het eigenlijk een vraag vind. In ieder geval, waarom ben ik kaal? Ik had vroeger mooie krullen tot mijn schouders. Waar ik super trots op was. Yeah. Maar op een gegeven moment werd ik gewoon kaal op het midden van mijn hoofd. En daarom ben ik kaal. Gelukkig heb ik wel een dikke baardgroei. Weet je, als die YouTube money eenmaal zou beginnen te komen, dan ga ik die haarimplantaten doen, man, op mijn hoofd. Of Milan, schiet even voor me voor, man. Jij bent toch die hele YouTuber? Ja? Ja, maar krijg je jou zo'n haar in plata? Want dan zie je je vriend QC iets gelukkiger. Dan hoef ik misschien geen DHD-petje meer op mijn hoofd te zetten elke dag. Maar dan wil ik er best wel tatoeëren voor je, man, broer. Yo QC, yo Petje Mos. Mijn vraag voor jullie is, wat is jullie ergste sekservaring tot nu toe? Peace out. Ergste sekservaring.
Wat bedoelt hij daarmee? Het beste of het ergste? Nou ja, hij zei het ergste. Ah, jij bent wel een vies Pokémon dat je dit wil weten. Dus, Ga je je pagger opslaan als ik dit vertel? Ja, hoe wil je dit weten? Laten we even de vraag bij jou leggen. Hoezo wil je dit weten? Ja. Nee, voor heb ik in Pokémon laatst al een keer iets verteld. En er is nog iets fantastisch en als een keertje gebeurd wat ik niet op de camera wil vertellen. Wat die pagga-verhaal? Nee, die pagga-verhaal weet iedereen, dat maakt niet uit. Maar dat is zeg maar met een meid, maar haar moeder kijkt ook niet mijn filmpjes. Ik weet dat zij kijkt, man. Zij kijkt al mijn vlogs en zo, man. Dus ik heb geen zin om daarover te praten. En was jij een extra sekservaring? Ik bedoel, je zwager zit op de achtergrond hier. Maar dat bedoel niet. Ik denk dat we maar heel snel moeten gaan naar de volgende vraag. Ik vraag ook vaak stellen aan andere mensen, vraag ik aan jullie, hoeveel geld hebben jullie eigenlijk op jullie bankrekening staan? Hoeveel geld wij op onze bank hebben staan? Dat vraag je niet. Dat vraag je niet aan mensen. Nee. Je kan niet vragen aan hoeveel iemand op zijn bank heeft staan, dat is onbeschoft. Ik bedoel, je kan dat soort dingen niet doen. Nee. Ik bedoel, dat is een beetje een taboe vraag, sorry. Nee. Doen we niet aan. Ciao. Als je aandacht zou krijgen van heel de wereld, wat zou je doen of zeggen tegen alle mensen op aarde? Als je de aandacht van hun zou krijgen. 30 seconden. Oké, 30 seconden. Ik zou zeggen, subscribe allemaal op QC. Als heel de wereld gaat luisteren. Ja, je hebt 30 seconden, dan had je Petje Mos ook wel kunnen zeggen. Ja, ik ben nog niet klaar. 30 seconden er nog niet om. Subscribe op Petje Mos. Subscribe op Supergaande. En peace, wereldvrede. Ja joh, ja, ik weet niet wat zou je tegen de wereld willen zeggen? Nee, ja, precies dat. Ja. Ja, dat is goed. Ja, dus ja. Yo man Q, heeft een van jullie twee wel eens gesmoked, Jeff Petromos? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet man? Nou, ik zeg eerlijk, ik heb wel vroeger heel veel crack gerukt. Ja, heb je net gesmoked? Nee, ik was een keer geprobeerd of zo. Gewoon geprobeerd. Maar ik kan dat niet aan. Ja, iedereen vraagt zich natuurlijk af. QC, rook je wiet, omdat mijn ogen altijd klein zijn. Laten we dit gewoon voor eens en voor altijd gewoon even uitspreken. Even duidelijk zijn wat het nou precies is. Kijk, vroeger heb ik veel gesmoked. En met veel bedoel ik echt gewoon dagelijks. Maar toen was ik 14 jaar. Dat was al een jong eigenlijk. En het is niet dat ik daar verder trots op ben of zo. Maar toen heb ik wel veel gesmoked. Ik bedoel, ik was gewoon altijd met jongens in de buurt en zo. We dachten dat het stoer was en zo. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. En toen heb ik nog wel soms periodetjes gehad dat ik even een paar weken rookte en zo. Maar nu ben ik echt gewoon jaren gestopt, man. Ja, het is ook stom. Gewoon, weet je, ook vooral met mijn hart en zo is het niet goed voor je. Ik heb natuurlijk ook een dochter. En vlak voordat, en een tijdje voordat mijn dochter er was, zeg maar, heb ik ook nog wel een kleine tijd hars gerookt. Maar daar ben ik ook gewoon mee gestopt. Het voelde gewoon niet lekker. Het is gewoon niks voor mij. En het geld steek ik liever ook gewoon in mijn dochter dan dat ik daar drugs van ga zitten halen. Man. Ja, precies. Ik bedoel, het heeft allemaal geen zin. Dus mensen, ik ben gewoon eerlijk. Als ik zou smoken, zou ik het jullie gewoon vertellen. Want uiteindelijk heb ik niks te verbergen of zo, denk ik, voor weet toch? Want waarom zou ik het verbergen als ik zou smoken, snap je? Ja, precies. Dus iedereen die altijd zegt van QC, ben je stoned? Ik ben niet stoned, ik smoke niet. En ik raad het ook niemand aan. Ik bedoel, kijk, als jij echt zegt van ja, QC, je bent mijn vader niet, je kan mij niks vertellen, ik smoke, dan moet je allemaal zelf weten. Maar ik raad je het niet aan. Voor mij persoonlijk is het geen fijne ervaring. Weet je, het haalt je focus weg, man. Ja. Op je. Bij mij haalt het, ja, misschien is het niet bij iedereen, maar ik spreek nu gewoon voor mezelf. Bij mij haalt het veel mijn focus weg. Dus wanneer je met wie droogt, dan ben je alleen maar bezig met hangen, wie droogt, chillen, snap je? En het houdt gewoon je focus van je dagelijks leven af. En ik ben daar gewoon lang mee gestopt. Ik zeg niet dat ik de heiligste ben of zo, maar roken doe ik niet. Nou, mooi verhaal, lekker kort ook. Ja, hè? Fuck QC, eerlijk. Word je niet kapot paren als Petje Mos zoals een mogeltje rondrijdt in die waggie? Is dat mokko? Ja, wat? Is mokko? Is gewoon niks. Maar in ieder geval om de vraag te beantwoorden of ik para word. Ik word niet echt para, maar ik ben soms wel bang voor mijn leven. Nee, in het begin was ik een beetje bang. Maar ik weet, Petje rijdt als een gek soms, maar hij weet wel wat hij doet. Tuurlijk man, ik heb hij weet wat hij doet. Hij heeft skills. Hij rijdt met één hand, maar hij boekt koude ergens. Soms rijden we ineens over gras heen, net als laatst en zo. Maar
Hij doet het goed. Ja. Dus ja. In ieder geval dat je zo snel groeit. Want je groeit echt, ja, jullie groeien echt kapot snel. Maar wat vind je ervan? Wat wij ervan vinden dat wij zo snel groeien? Ja, geweldig. Ik zeg eerlijk, geweldig. We gaan hard op alle drie de kanalen. Ik bedoel, Supergaande gaat natuurlijk overdreven hard. Nou, ja. Maar voor, weet je wel, daar abonneren ook snelle mensen op, snap je? Wanneer jij een kanaal hebt waar je pranks op doet. En ik heb wel het gevoel dat een persoonlijke kanaal zijn echt mensen die, ja, echt gewoon geïnteresseerd in je zijn, zeg maar. Ja, ja. Meer van jouw leven willen weten als je vlogs gooit, challenges en dat soort dingen. Dus dan vind ik 20.000 hard gegaan en bij jou 11.000, ook super hard. Ja. En wat ik ervan vind, ja, ik ben super tevreden met jullie, man. We zijn echt één grote familie, man. Ik bedoel, ben ook echt tevreden. Echt, ik vind het echt geweldig, man. Ik had nooit verwacht. Ik dacht nu dat ik juist 20.000 zou hebben rond deze tijd met Supergaande, dacht ik. Toen ik begon. Ja. Ik dacht, ja. Ja, precies. Over 3 maanden halen we wel de 20.000, dacht ik. Dus soms kan het echt je verwachtingen overtreffen. Ja, man, dat is hier gebeurd, man. En super tevreden, maar ik kan altijd meer. Dus abonneer. Abonneer op Petje Mos. En nog hier zie je. QC, stel je zou moeten kiezen tussen voor altijd miljonair zijn of voor altijd de beste vriend zijn. Toch makkelijk. Vriendschap wordt verbroken, man, en ik ga lekker miljonair worden. Als je maar 500.000 naar me toe stuurt. Nee, uiteindelijk vind ik, om even serieus te beantwoorden, ik vind vriendschap gaat over miljonair zijn, denk ik. En ik wil miljonair met Petje Mos worden. Of niet? Komt goed, man. Let's go, man, hoor. Mos Family. Mos Family. Dus ja, dat was de vraag. Wat voor jou was jij eigenlijk? Hetzelfde, man. Samen sta je sterk. Sterk door streep. Oh mijn god, oh my mooi gezegd weer. Yes, we zijn weer klaar met de Q&A. We hebben denk ik genoeg vragen weer beantwoord. Dat was leuk. Dat was fun. Huh? Weer vermaakt. Mensen hebben ons weer beter leren kennen. Weten weer meer over ons. Ja, het was hartstikke leuk. Het was gezellig om alles te alle van jullie leuke vragen te beantwoorden. In ieder geval, tot de volgende keer. Super leuk dat jullie hebben gekeken. Dit was QC. Dit is Petje Mos en Mattie. Donny Peper nog steeds in de background. Binnenkort met zijn eigen YouTube kanaal. Vergeet ook niet op hem te subscriben, ook heeft hij nog geen kanaal. Maar als die kanaal er komt, dan krijgen jullie updates ervan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ciao. Ciao. Voor jullie allemaal, of je nou een boy of een meid bent, maakt niet uit. We zijn één grote familie. Ook Simon. Later. Wat?